Right. Ja, daar ben ik ongelooflijk trots op. Het is zo'n mooie prijs voor Helena. Nou, ik ben er. Wereldkampioen blade running Marlou van Rijn mag vandaag het 200ste kruifkoord openen. De kinderen van Drostenburg kunnen nu lekker beschermd sporten. Ze geven de stap aan de vrouw, gelijk naar de volgende. Vrouw is een SMR. Zij krijgt het stapje. Het kruifkoord is naar haar vernoemd, want Marlou zat zelf op deze school hier in Gentse Polder. Ik zat hier 12 jaar geleden op school. Nou, ik zat eigenlijk mijn hele leven op regulier onderwijs. Ik heb hier maar een jaartje op school gezeten, omdat ik toen een tijd geopereerd moest worden en dat was hier om de hoek. Dus het was voor mij eigenlijk perfect en het was best wel mooi om te zien dat ik dan in al die jaren dat ik op regulier onderwijs heb gezeten, dit precies het jaar was waarin ik heb leren sporten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wereldkampioene Marlou haar carrière in Zuidoost is begonnen. Nou, ik heb wel gedacht aan de momenten dat ik begon met sporten. Dat is wel echt hier gebeurd. En dat zit ook echt wel, dat zit ook nog wel echt van binnen.